Ik heb een beetje honger. Laten we gaan tjappen. Ja. Drie motherfuckers, grote brood. Next snel. Wij wilden graag chili chickens bestellen, oftewel de welbekende euroknaller. Maar what the fuck McDonald's? Echt alleen bij deze McDonald's is een chili chicken 25 cent duurder. Dus 1,25 euro. Smerige tering inflatie. Gelukkig waren ze bij een andere McDonald's wel zo goedkoop. Wel gewoon een euro. Want ja, wij gaan een grote bestelling doen. En dat scheelt ons 5 euro. Hallo, mag ik 20 chili chickens? Chili chickens? Ja. Ja, dat was het. Ja, jongens. Jacinta had honger. En dan ben ik een YouTuber. En YouTubers pakken alles groots aan. Ik ga haar een fucking grote, lekkere hamburger geven. Want dat meisje heeft honger. En dit is meteen de tip naar alle jongens die een vriendin hebben. Zorg goed voor de dame. Als ze honger heeft, dan heeft ze echt honger. Dus we gaan meteen beginnen met het bouwen van deze motherfucking hamburger. Epic mealtime style, je weet toch zelf. Ja, als ik rechtop sta, dan zie jij die man, kutlamp. We gaan beginnen met het eerste broodje, jongens. Boom! Tweede broodje. Boom! En het derde broodje. Boom! Dan hebben we tomaten. Oh nee, dat moet ik me niet doen, anders gaat het kapot. Dat is niet zo slim. En we hebben natuurlijk lekker veel sla. Want dat is gewoon gezond. Sla is gewoon gezond, jongen. Het is gewoon gezond. En we hebben natuurlijk fucking lekkere kaas, jongen. Bam! Nou, hier heb ik nog het materiaal. Zoals een goed scherp mes. Altijd handig. Oh! Ah. Prank. Dan heb ik nog een snijplankje, ook altijd handig. Deze heb ik om deze broden even wat verder uit elkaar te rollen. Zodat ze iets groter worden en dit ding is natuurlijk super handig. En dan jongens, 20 chili chickens. Hoppakee, bam. Hoppakeetje. En hoppakee, nice. Oh chill, we hebben nog servetten, dat vind ik wel echt vet. Dat vind ik wel echt vet, dat zou ook servetten geven. En jongens, ik heb ook nog chili saus. Ik denk dat ik deze niet weer ga doen, want deze is te pittig. Ik heb hem gebruikt bij de Doritos Roulette Challenge. Check die video even als je hem nog niet gezien hebt. En deze is wat minder pittig, dus ik denk dat ik hier wat meer van ga gebruiken. Laten we beginnen, jongens. Let's go. Oké, jongens, laten we beginnen met het eerste broodje. Hoppakeetje. Ja, dit is hem dan. Hoppakee. Pak het de roller even bij en we gaan dat ding even mappen, jongens. We gaan hem even mappen gewoon, want dat is gewoon leuk. Ik wil hem even lekker mappen. Even een beetje rollen, want dit ding is natuurlijk veel te klein. Die past toch nooit 20 chili chickens op, man. Wat denk jij dan? Even goed het ding rollen, jongens. Dit kan natuurlijk echt niet. Hij moet even goed breed worden. Oh, hij begint te scheuren. Oké, zo is het wel genoeg. Hij is al een stukje breder. Zo, dat ruikt goed, jongen. Goed broodje. Oké. Boom, jongens. 20 motherfucking chili chickens. Ja, laten we nu even op het broodje gaan doen. Ik heb er zin in. Moet ik even alles... We afhalen, net mooi opgebouwd. Oké, jongens, laten we ze uit gaan pakken en erop gaan leggen. Are you fucking kidding me? Kunnen er zelfs maar 4 op? Oké, we moeten even een beetje gaan proppen, jongens, want er kunnen zelfs maar 4 op. Zo,
Zo jongens, dit lijkt er wat meer op. Er liggen al 7 broodjes, dat is zeker niet verkeerd. Oké jongens, nu is het tijd voor tomaten. Dus gaan even die dingen hakken, even goed. Even hakken, hoppakee. Netjes, even mooi netjes hakken. En dan moet het natuurlijk wel netjes gebeuren. Hoppakee. Oh, dat sap, dat spuit weg, man. Lekker sappige tomaten. Dus dit is sappige tomatenpuree. Ja, je kan het wel puree noemen. Zo ziet het er ook uit. Laten we dit op de fucking burger gaan doen. Oké jongens, pak de rest. We hebben wel iets te veel tomaten. Ik wil het echt niet zo gezond hebben, hoor. Dat vind ik echt niet kunnen. Het is nu tijd voor fucking sla. Dan moeten we natuurlijk wel even op het slaatje voegen. Lekker en gezond. Oh shit, dat gaat meteen goed. Oké, laten we even die zak gaan legen, jongens. Even wat fucking sla eropheen. Dat is natuurlijk heerlijk, dat sappige sla. Dit ziet er mooi uit. Heerlijk. Even een beetje verspreiden over de dingen. En dan even aandrukken, want het is natuurlijk... moet even goed aangedrukt worden. Aandrukken zo. Netjes, leuk, sappig sla. We gaan er meteen nog wat burgers op gooien, jongens. Let's fucking go. Hoppakee, jongens. Heerlijk. Het is nu tijd voor het pittige saus. Oh my god, dit is lekker pittig, man. En dit is zo pittig, hè, weet je dat? Dit is zo fucking pittig, man. Lekker, jongen. Lekker. Oh, dit ziet er best lekker uit. Nu gooien we het broodje erop. Hoppakeetje. Nice. Hoppakee. Motherfucking hamburger, jongen. Dit is gewoon beast mode, jongens. Dit is echt fucking beast mode. En ik heb hier heerlijke kaas. Die leggen we even lekker zo mooi omheen. Kaas is natuurlijk altijd leuke decoratie, zoals jullie zien. Het ziet er toch prachtig uit. Lekkere kaas. Dat is toch lekker, jongens. Looking good. Even goed aandrukken weer. Hoppakee. Nice. Ik ga meteen nog wat chili saus hier overheen gooien. Nu de andere saus. Hoppakee, gaan we dan lekker over dat kaas heen. Dat mag allemaal. Niet al te veel, want het is ook natuurlijk pittig. En we gaan meteen door met de chili chickens, jongens. Hoppakee, gaan we. Hoppakee, jongens. Lekker dit. We gooien even lekker wat tomaatjes hier tussen. Want dat is natuurlijk lekker voor de smaak. Lekker van die sappige tomaten. En dan gaan we verder met de kaas, jongens. Dat gaan we hier overheen leggen. Gewoon lekker nog een laagje kaas. Dat mag allemaal. Dat is geen probleem. Dat mag gewoon. En jongens, we gaan weer verder met sla. Want sla is natuurlijk, dat blijft gewoon altijd leuk en mooi. Decoratie, gewoon pa, gewoon weer aandrukken, goed zo. Oké jongens, we gooien gewoon nog wat saus overheen, want het is natuurlijk wel chili, het moet wel chili blijven. Gewoon lekker door al die, man, dit ziet er zo lekker uit, man. Hey jongens, ik vind kaas gewoon lekker, we doen gewoon nog een laagje. En het laatste plakje is ook alweer op, hoppakee, al de kaas is op. En dan komt het laatste broodje, hoppakee. Die gaan we er lekker gewoon opleggen. Hoppakee, jongens. Holy shit. It's done. It's motherfucking done. Dat ziet er goed uit. Dat ziet er echt gewoon goed uit. En nu is het tijd voor de oven. Holy shit, jongens. Dit ruikt fucking goed. Dat komt uit die Turkse brood. Want dat ruikt gewoon tering lekker. Hier zit hij dan. Lekker in de oven. Lekker smikkelen. Ah, tering. Fuck, jongens. Ja. Oké, nu moeten we hem daar opzetten. Oh, shit. Nou, Jacinta, je hebt honger toch? Ja. Hier, ik heb een fucking grote hamburger voor jou even laten maken. Wat vind je ervan? Ik ben vegetarisch. Ik weet niet wat je gedaan hebt. Kut video. Ik zou zo like wel even, maar kut video. Het is gewoon echt kut. Ik ga hem niet eens eten. Hij gaat nu regelrecht de prullenbak in. Fuck dit. Vegetariër. Waarom heb je dat nooit gezegd? Nee. Toch? Nou, ja, dat was een leuke video. 50 euro door de wc gespoeld. Doei.